Ja, mevrouw de minister, goedemiddag. Ik had al even schrik dat u niet meer durft komen, dat het zo laat is. Stond wat vroeger op de planning, maar goed, u bent er. Het gaat inderdaad over diezelfde betoging, diezelfde manifestatie die aangevraagd is, waar u vorige week nog een bevestiging van gegeven hebt, dat die mocht doorgaan. En waarvan nu blijkt dat die toelating eigenlijk volledig uitgehold wordt door uw Brussels burgemeester, door een aantal maatregelen en pesterijen enzovoort. En naar aanleiding van deze gebeurtenis en van deze feiten heb ik eigenlijk een vraag die mij zo bij mij opkwam. En ik denk, de minister van Binnenlandse Zaken moet dat zeker weten. Zelf inwoner van Brussel, betrokken in de gemeenteraad, maar dus ook verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken. En mijn vraag is eigenlijk simpel en het gaat over zo een waarborg. Een waarborg om een manifestatie te organiseren in onze hoofdstad voor een vereniging of een groep mensen die zich wil verenigen of die zich een vereniging noemt of er wel effectief in is of niet, of anderen, wie weet. Hebben die allemaal eerst 60.000 euro, 40.000 tot 60.000 euro nodig om aan een manifestatie, organisatie ervan te kunnen beginnen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dus heeft iedereen die een manifestatie wil organiseren in Brussel 60.000 euro nodig? Is dat in het verleden bij andere organisaties ook zo gevraagd? En u begrijpt uiteraard wel waarom dat ik dat vraag. Ik heb een gevoel, mevrouw de minister, dat het hier niet allemaal over dezelfde zaken gaat. Dat er een enige willekeur heerst. En daar wil ik, en inderdaad als minister van Gelijke Kansen, zeker en vast één uw antwoord en twee uw mening. Ik hoor graag uw antwoord. Meneer Van Isbroek, mevrouw de minister. Ja, jullie hebben plotseling veel belang voor de betoging en betoeker. Dat is een beetje nieuw, maar toch. Dus we zijn hier. Ja. Ja, ja. Dus hier is het federaal parlement en niet de gemeenteraad van Brussel. En ik ben geen burgemeester van Brussel. Dus er is een echte toelating voor de betoging. En u spreekt over waarborgen en sommige voorwaarden. Maar dat zijn de klassieke voorwaarden en waarborgen voor elke gebeurtenissen van deze soorten betoging. Dus als u een vraag hebt, hebt u een vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Brussel en hij kan een vraag aan de burgemeester stellen. Maar dat zijn mijn bevoegdheden niet. Ja, mevrouw de minister, u was heel duidelijk in uw antwoord. U zegt dus dat die maatregelen of die eisen voor alle organisaties dezelfde zijn. U weet, net zoals ik, dat er per dag 2, soms zelfs 3 manifestaties hier in Brussel plaatsvinden. Ik ga op zoek naar de eerste manifestatie die som van 60.000 euro niet heeft gestort. En dan sta ik hier terug, want dan is het uw verantwoordelijkheid. Want dan hebt u ons parlement iets voorgelogen. Dan hebt u ons iets voorgelogen. APPLAUS.